Het zie je van vandaag de uitwedstrijd bij Barendrecht. We hebben het hier in de regel altijd lastig. Dat weet jij misschien niet, maar is in het verleden altijd zo geweest. Eerste half uur hadden jullie het heel moeilijk, vond ik zelf. Ja, klopt. Ja, eerste half uur ging niet heel soepel vanuit onze kant. En toen hadden we een gedeelte dat het wel weer wat beter ging. En ik denk naar de kans van Jasper dat we wel weer het spel hadden. Ja, want Jasper die kreeg, dat is onze eerste kans geweest. Ja, eigenlijk best wel een kans. Maar die gaf hij voor en die werd... over de zijlijn gespeeld door een speler. Dus ja, klopt. Dat had ik misschien anders moeten doen. Maar dat was eigenlijk het eerste wapenfeit van Excelsior. Klopt. Volgens ook de eerste half uur. Jullie waren erg slordig en veel foutieve passes. Ben je daar mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal eens. Aannames waren niet top. En passes waren niet top. En we verloren vaak de tweede bal. Ja, toen kwamen hun met een paar kansjes. Volgens mij al heel vroeg liepen ze 1-1. Die pakte Anthony goed. En gelukkig ging het daarna beter aan onze kant. Ja, laatste kwartier, 10 minuten van de eerste helft namen jullie het heft in handen. Ja, toen bepaalden wij weer gewoon wat er moest gebeuren. En gelukkig. Ik heb altijd gezegd, dat zei ik nu in de rust ook, Excelsior vaak een mindere helft en een hele goede helft. Tweede helft was wel beter. Ja, tweede helft was veel beter. Zeker weten. Vorige week ook dat we de tweede, toen was het ook iets andersom. Toen was de tweede helft dat we wat minder begonnen. En nu is het dan de tweede helft dat we wat beter beginnen. Dus, Ja, want Barendrecht had eigenlijk weinig in te brengen, tweede helft. 52e minuut. Eindelijk de 0-1, zeg maar, waar we lang op wachten. Ja. Hoe ging dat precies? Ja, een corner uit mijn hoofd, denk ik. En Pim kopte hem, of een vrije trap, een van de twee. Pim kopte hem en hij viel een beetje bij de 5 meter. En ik zet mijn voeten tegenaan en binnen. Ik zei voor het interview al, dat was een echte spitsengoal. Vond je dat ook niet? Ja, was wel een echte spitsengoal, ja, klopt. Ja. Vervolgens gingen jullie gewoon door. Goede aanval, een minuut later. Daarna hebben zij nog een vrije trap gehad. Mm-hmm. 62e minuut. Wat gebeurde er toen? Want wij kregen veel ruimte van Barendrecht op dat moment. Ja, hè? Ik denk dat je op die rode kaart doelt. Ja. Ja, toen een diepe bal van Derian hoog. En ik neem hem mee en ik kruis voor de verdediger langs. En hij haalt me neer. Rood penalty. Overduidelijk. Ja, sommigen zeggen het was geen penalty, maar hij haalde je echt neer, toch? Ja, tuurlijk. Ja, ik moet de beelden nog even terugzien. Maar ik voelde wel wat. Dus gelijk liggen. Ja, dan gaat Hakim achter de bal staan. Wat denk je? Rechts of links? Ja, ik had al wel een beetje het gevoel dat hij dat zou doen. Ik had al wel een beeldje gezien dat hij al eerder een Panenka had gedaan. Dus ik had het wel ergens in mijn hoofd dat hij het zou doen. En ja, hij doet het. Nou, prima. Goal. Ja, ik noem het nou geen Panenkaatje meer, maar ik noem het nu onderhand wel een Hakimpje. Hakimpje, ja. Ik heb het één keer op beeld gezien. Ik weet niet hoe vaak hij het gedaan heeft. Heeft hij wel vaker gedaan? Ja, nog vaker. Ja. Oh ja, nou mooi. Ja. Hij had toch gescoord? Ja, ja, als hij maar zit. Als schiet hij hem onderkant lat erin. Mij maakt het niet uit als hij maar zit. Ja, op dat moment is er eigenlijk niks meer aan de hand. Het enige is dat jullie maken geen 3-0. Nee, klopt. Zij krijgen helemaal geen kansen. Maar in 74e minuut komen ze toch op 2-1. Ja, kregen we toch weer even moeilijk die 2-1 om de oren. En we konden zelf de 3-0 maken of de 4-0 konden we zelfs maken als we het goed uitspeelden. Maar dat deden we niet. Ja, toen maakten ze die 2-1 en toen werd het nog even spannend. Maar gelukkig Simon 3-1 en klaar, naar huis. Ja, Simon kwam net zoals vorige week goed als invaller erin, zeg maar. Zeker. Ook weer samen met jou in het team op dat moment. Mm-hmm. En 90e minuut, toch wel de verdiende 3-1. Ja, het was heerlijk dat Simon hem nog even binnenschoot. Echt lekker. Ah, ik zei tegen Simon, je had hem ook wel in één keer mogen maken. Ja, maar als spits zijnde maakt het niet zo heel veel uit. Ik denk dat hij daar ook niet wakker van ligt. Ook goal is goal. Dus, als hij hem maar maakt. Ja, ja, tweede overwinning. Weer 3-1. Dus zonder puntenverlies. Gaat lekker zo. Ja, ik vind dat we gewoon zo door moeten gaan. Elke week 3 punten en klaar. Ja, op naar volgende week en dan spreken we elkaar hopelijk weer. Komt goed. Dankjewel. Dankjewel.